Wie heeft er nog meer drama voor mij? Wie heb jij je kop al gezien aan los? Drama! Koning is back! Ja, je dacht vast al. Waar is hij gebleven? Hij is er! Hebben jullie me gemist? Hebben jullie het drama gemist? Ik ben er weer. Het is jullie wekelijkse, maandelijkse, nooit op tijd, meneer. Ik heb een nieuw boek gereleased. Vorige week kwamen 2 mensen. Alle 2 wilden ze een handtekening. En ze hebben het boek niet eens gekocht. Welkom bij Drama! Nou, ik heb het gemist hoor. Ik weet niet hoe het met jullie zat. Maar ik heb het gemist. Laten we eens even kijken wat er voor drama allemaal is. Even rustig een toetje drinken. Ah, ik ben helemaal moe. Zo. Nou, hoe is het met jullie? Goed? Mooi. Zeg, stel je vraagt je af. Milan, heb je nou gewoon een pet? Heb je nou merchandise? Ja. Nee, bedoel ik. Want niemand koopt het. Maar ik heb wel speciaal een pet gemaakt voor deze aflevering. Heb ik speciaal deze pet. We beginnen met het allereerste nieuwtje van vandaag, want we willen drama! Wacht, ik vergeet helemaal wat. This is my inspector bril. We gaan naar het allereerste nieuwtje! Wow. Hey, dat lijkt... Wow, als ik dat doe, dan lijkt de zijkant op mijn hoofd op een chimpansee. Oh, cool man. De allereerste drama komt van Love Honden. Kennen jullie het Disrek over Milan Knol? Hij ging gewoon gamen neer en deed een hagels dissen. Ja. Ik dis hem. Nee, serieus. Dylan kent gewoon heel veel tips. En gamen neer. Ja. Ja. Die doet gamen. En Milan Knol zit alleen maar diss-tracks te maken. Dat staat toch nergens op? Toch, mam? Mm-hmm. Zij doet zoals ze altijd doet. Nou, dat was mijn eerste video. Nou, doei mensen. Nou! Drama! Er is 1 positief ding over dit kind. En dat is dat hij van honden houdt. Anders had ik serieus ook een diss track over hem gemaakt! Top! Nieuws behandeld. We gaan door naar het volgende nieuwtje! Het volgende nieuwtje komt van Enzo Kroon! We moeten Enzo Kroon in de titel zetten! Het volgende nieuwtje! Enzo nieuwtje! Wat kut is dit zeg. Stel, je denkt, ik heb 1 miljoen abonnees. En je weet niet meer wat voor content je moet maken. Dan, Duurt niet lang hoor. Duurt niet lang voordat je er zo uitziet. Milan! Milan! Dat ben ik. Drama! Milan is drama! Milan maakt een diss track. Wauw, nog 1. Wat een sukkel. Oké, kijk. Oké, dit is dus het nieuws! Dit is het nieuws wat je wil horen! En daarom ben je hier op dit kanaal! Drama! Milan maakt een nieuwe diss track en hij klinkt zo! Het is wel duidelijk, wie je honger is voor views. Voor views! Want nummer 1 op trending, dat is voor jou iets nieuws! En over honger gesproken, eet eens wat meer, gast! Ik ben best dun, maar jij bent net een zendmast. Dit betekent dat Milan weer iemand gaat dissen. We weten niet wie. Maar we denken geen meneer. We gaan door! Oeh, jezus. Doe eens normaal, man. Tafel. We gaan door naar het volgende nieuwtje. Meer drama!
Oké, volgende nieuwtje is van Nick Tijger, hoor! De Nick Tijger zegt volgende... Oké, dat was heel vies. Sorry. Jij bent goed bevriend met Milan Knol, hè? Klopt. Als je iets aan hem zou mogen veranderen, wat zou het dan zijn? Helemaal niks! Wat denk je zelf? Hij is perfect! Maar Milan is gewoon normaal. Milan, gewoon normaal. Denk af en toe zijn hardheid. Dat hij zeg maar, hij zegt heel vaak gewoon dingen wat hij zeg maar denkt. Ja. En dat is soms te erg. Nee joh. Eén iemand die ik van YouTube waarom ik denk van nee, heb ik niks mee is Paul, King Alert. Nou! Zet je dat nou uit? Dan kan je het niet zo van zeggen. Oké, daar waren we helemaal niet hoor. We gaan helemaal van het onderwerp af. Godverdamme. Stel je hebt iets gemaakt of een video of iets in die richting en je laat het hem zien. Dan kan hij heel vaak zeggen gewoon in één keer zo van nee, is kut. Ja, jij bent kut! Drama! Milan vindt alles kut! Hij zegt gewoon wat hij denkt. Hij is niet goed in opbouwende kritiek. Hé! Weet je waar jij niet goed in bent? Weet je waar jij niet goed in bent? Geen idee. Nou, dat niet zozeer, maar hij oh, zegt goed. Kijk, zie! Dankjewel, bro! ...zien wat hij denkt. En soms, okay. Soms is dat goed, en soms ook wel minder. Oké, nice. Weet je wat het is? Ja, de video is gewoon kut. Jongens, ik vind jullie echt allemaal heel aardig. Maar jullie video's zijn gewoon kut. Nee. Welkom bij het dramaprogramma waar alles over de grens gaat. Alles wat we doen, alles! Alles wat ik in deze video zeg, is niet naar waarheid. Wacht even. Advertentie van 1 minuut. Hij is al 10 seconden aan het spelen, 50 seconden lang. Video wordt afgespeeld na de advertentie. Ik moet een 1 minuut reclame kijken voor een video. 1 minuut! What the fuck? Bro! Is dat die guy die huilt om zijn muts? Drama! Link die huilt om zijn muts! We hebben hier nog een kleine shot ervan. Zo, dat is grappig! Wat een watje. Zo! Wordt helemaal misselijk, joh. Welkom bij je favoriete YouTube-kanaal genaamd X-Linktijger, de jongen die volgens mensen nog steeds huilt om zijn muts. Tot de dag op vandaag. Er zijn theorieën dat op de dag van vandaag nog steeds huilt om die muts. Maar genoeg over mutsen. Vandaag gaan we kijken naar een video op YouTube waar ik ben geweest. Weet je hoe dit heet? Dit heet zelfs... Ik deed godverdomme met mijn vla op mijn spatie. Godverdamme. Oh, dit is een kut. Oh, wacht even. Dit is heel kut. Dit heet zelfspot. Dit is echt grappig. Zie ik hem vaak in het echt. Ik heb volgens mij maar 2 keer in het echt gezien. Misschien 3 keer, maximaal. Wow, kijk hem gaan! Nee, dat is niet. Woe, hij is een DJ! Ja. Meow, meow, meow. Dat doe ik zelf. Oh, what the fuck doet hij nu? Oh. Oh, dat doe ik allemaal. Zo, nou is het klaar. Oké, dan gaan we gewoon kijken in de demographic. Nou, je laatste piekje was tegen de 2 miljoen aan. En je zit tegenwoordig rond de 1 miljoen. Je zit rond de 1 miljoen. Who cares? 1 miljoen views. 1 miljoen views per maand. Dus dat zal hij ook niet bedoelen, denk ik. Maar ik laat het toch nog even zien. Hij laat het toch wel even zien. Hey! What the fuck? Dat is die guy die ook drama doet. Kijk nou! Oh, ik heb het helemaal verkeerd aangepakt. Het kan veel cooler allemaal. Nou, te lang over het onderwerp, we gaan door naar het volgende onderwerp. Let's go to the next page! Drama! What's is new? Hoe zit het tussen Gay Meneer en mij? Yo, what's up? Jer Army, welkom. Auw, joh, hoe is de bal, man? Zit je mij nou te slaan dan, jongen? Yo, what's up? Jer Army. Auw, joh, hoe is de bal, man? Drama! Jeremy slaat Milan voor zijn bek! Eigenlijk gewoon iedereen die kijkt. Dit is mijn video. Wow! Schok. Echo, ja? Dus ik ben heel erg benieuwd wat mijn Discord server heeft bedacht. Hoe grappig ze zijn. Veel minder leuk dan ik dacht. Ik dacht dat je ruzie had, Jeremy, met Don. Ik wil dat je ruzie hebt. Hallo? Hallo? Jongens, ik heb jullie hulp nodig. Jongens, ik heb jullie hulp nodig! Dit is drama! Ik heb jullie hulp nodig. Wat kan ik doen voor drama? Ik heb meer drama nodig. Drama! Wie heeft er nog meer drama voor mij? Wie? Heb jij je kop al eens gezien, Alois?
Geef even wat drama dan, jongens. Ik kan toch niet zonder drama? Jullie zeggen alleen maar hallo en hoi. Heel kut. Geef nou even drama! Ik heb drama nodig, jongens. Ik ben een aflevering aan het opnemen. Kijk. Hij is gepauzeerd. Hoezo? Godverdomme. Gaat hij op pauze, die gek. Hallo, ben ik weer. Hallo. Ik ben een aflevering aan het opnemen. En ik wil graag drama. Staat het niet op mijn... Staat het niet voor de grap op mijn pet, of wel? Dus zeg nou even. Wat kan ik doen voor drama? Ah, oh, jullie... Ik heb er niks aan jullie. Hè. Jullie zeggen alleen maar hoi. Echt kut allemaal. Doe even normaal. Jeremy, optieven. Wow! Milan heeft ruzie met Jeremy! Drama! En nu gaat iedereen Jeremy zeggen. Jeremy, ik heb jou ook behandeld en ik haat je. Ik heb helemaal niks aan jullie! Dat gaat mijn hele optreden. Laat maar zitten dan. Bedankt voor het kijken naar deze niks nuttige ding. Jullie zeggen niks. Je hoofd is drama. Waarom zeg je dat mijn hoofd drama is? Waarom? Ik wens jullie een fijne dag! En veel drama! Nieuw nieuwtje. Op naar het volgende nieuwtje. Milan kan niet zijn fans vertrouwen, want het is allemaal kut. Wauw. Beste muziek ever. Bedankt voor het kijken naar drama. Heb jij nou drama? Mail naar hetglitch38@hotmail.com of plaats een reactie met jouw. Of mail naar... Ik moet even een e-mail. Ik ga een e-mail aanmaken, oké? Okay? Stel jij hebt ook drama en jij denkt van, nou, ik moet dit kwijt, want ik wil graag iemands anders leven helemaal kut maken en graag lachen en graag iemand een roddel verspreiden in de wereld wat helemaal niet waar is. Nou, goed nieuws! Het kan! Mail naar het glitch... Nee, mail naar... drama@dagelijksed.nl. Hierheen! En dan komt alles helemaal goed. En als jij dan mailt, dan gaan wij gewoon kijken of wij er iets aan gaan doen! Ja! Want het is drama, godverdomme!